De Nationale Ombudsman doet een dringend beroep op de overheid om excuses te maken aan Q-koortspatiënten. Bleek vandaag bij de presentatie van een rapport over de rol van de overheid. Patiënten kampen volgens de ombudsman met financiële, sociale en gezondheidsproblemen. Erkenning en excuus door de overheid zou veel mensen helpen. Erkenning staat volgens de ombudsman los van de schuldvraag en financiële tegemoetkoming. Q-koortsuitbraak in 2007 in Brabant was de grootste ter wereld tot nu toe. Duizenden mensen werden ziek en 74 mensen overleden. Ja, bij de presentatie van het rapport was verslaggever Erik Peters. Ja, Erik, erkenning, hè, dat lijkt toch wel het sleutelwoord in dit rapport. Was dat er dan onvoldoende? Ja, wat de ombudsman betreft en ook wat de patiënten betreft, zeker. Hè. De afgelopen vijf jaar geleden deed de ombudsman ook al eens onderzoek naar de manier waarop de overheid om is gesprongen met de Q-koorts. En ook toen al bleek eigenlijk dat er te weinig support was, te weinig steun was voor de patiënten. En we zijn nu 5 jaar verder, nog steeds staan diezelfde patiënten met lege handen. Sterker nog, er lijkt een verharding te zijn ontstaan op de manier waarop overheid en patiënten nu met elkaar omgaan. Terwijl de ombudsman zegt, het is belangrijk dat de overheid niet tegenover, maar juist naast de patiënten staat. Het blijkt dat het heel belangrijk is voor patiënten om te merken dat de overheid hun problemen serieus neemt. Dat wat hen is overkomen echt ernstig is. Dat er behoefte is bij de patiënten om die erkenning te krijgen als een stap naar weer uitzicht op een meer normaal leven. Dus voor de verwerking van wat ze is overkomen, vertellen alle mensen ons, we willen zo graag dat die overheid laat zien dat ze snappen wat er met ons gebeurd is, dat ze het serieus nemen en dat de overheid ons helpt bij de volgende stap. Ja, Erik, wat vindt hij dat er gedaan moet worden zodat mensen zich wel serieus genomen voelen? Nou, de ombudsman vindt dat Q-koorts weer stevig op de agenda moet komen te staan. En wat dat betreft lijkt hij vandaag steun te krijgen van partijen als het CDA en de PvdA, die niet toevallig vandaag pleiten voor een steunfonds voor Q-koortspatiënten. En andere partijen van links naar rechts ondersteunen allemaal het pleidooi van de ombudsman en de patiënten voor meer erkenning. Dat was de afgelopen jaren wel anders. De Q-koorts leek zelfs een beetje naar de achtergrond te zijn verdwenen, terwijl er nog dagelijks duizenden mensen besmet zijn met het virus en nog steeds de nare gevolgen van de Q-koorts ondervinden. Daar worden nog steeds mensen ziek, er gaan nog steeds mensen dood. Daar worden nog steeds nieuwe gevallen van ernstige Q-koorts, van die hart- en vaatafwijkingen, worden nog steeds ontdekt. Daar lopen nog steeds mensen vast in de bureaucratie, daar raken nog steeds mensen werkloos, daar raken nog steeds mensen in de bijstand. Het werk is nog lang niet gedaan.